Goedemorgen, terwijl de wind als het ware door mijn haren heen vliegt. En ja, op dit moment droog sta, zie ik voor mijn neus eigenlijk een hele donkere lucht die net nog aardig wat regen achterliet. Nou, die buien die hebben we gisteren gehad, die hebben we ook afgelopen nacht gehad. Het is ondertussen meer dan 10, bijna 11 mm is er ondertussen naar beneden gekomen. En dat zijn af en toe ook echt even pittige buien. Nou, die zullen vandaag ook nog er wel zijn. Wel zal het in de loop van de dag allemaal wat droger worden. De zon zal iets meer tevoorschijn komen en het wordt vanmiddag een graadje of 10 à 11. En ja, daarbij gaat de wind ook wat in kracht afnemen en die zwaait vooral uit het zuidwesten. De komende avond en nacht dan zwakt die wind verder af. Dan kan het, als het voldoende opklaart, ook nog behoorlijk koud worden. 2 à 3 graden boven het vriespunt. Maar er zal zeker ook wat bewolking zijn. En morgen overdag, dan is het allemaal wat droger. Iets meer zon, wat minder wind. En ja, dan gaan we hopelijk richting de lente. Een hele fijne dag.